Wat vind jij van twee vrouwen die samenwonen? We hebben een goed voorbeeld. We hebben twee buurvrouwen, hè, die wonen samen. Ja, ik vind het wel prima en dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik vind het wel goed dat ze in ieder geval kunnen samenleven. Maar bij mannen is het soms wel een beetje erg rushy. En wat vind jij altijd tussen mannen en vrouwen? Dat is helemaal niet goed. Ja. Of twee mannen? Ja, dat twee kan mannen, ook, twee papa's. Wij vinden het erg, maar als ze in ieder geval een beetje rustig zijn, vind ik het wel een heel klein beetje erg. Maar dat maakt in ieder geval, ik vind het wel goed dat een man en een vrouw kan leven. Dat vind ik wel goed. En een man en een man, maar vind ik het prima. Maar als ze wel goed kunnen samenleven. Ja, want vind je dat een man en een vrouw nooit met elkaar ruzie hebben dan? Nou, soms wel. Dat ze dan ergens last van hebben en dan gaan ze allebei een beetje stoeien. Maar niet helemaal, maar wel soms. Dames en heren, nou, het is een hele bijzondere uitreiking dit jaar van de John Blankenstein-prijs. Want het is de laatste keer dat die uitsluitend over de stad Den Haag gaat. Want we hebben besloten om het vanaf volgend jaar breder in de regio te gaan doen, regio Haaglanden. Waardoor ook het gebied wat groter wordt en dat we ook de andere gemeentes erin meenemen. Dat is natuurlijk onze bedoeling, dat de beste regionale voorbeelden, dat die goed naar voren komen. En daarmee ben ik heel blij dat we zo'n mooie basis hier in Den Haag hebben gelegd en een mooie traditie eigenlijk in gang hebben gezet die homo-emancipatie een stap verder helpt, denk ik wel. Daar heb je prijzen voor nodig, daar heb je met name voorbeelden voor nodig van organisaties, instellingen, individuen die gewoon een bijzondere bijdrage daaraan geleverd hebben. Den Haag is zowel in binnen- als buitenland bekend als de stad van vrede en recht. En dat betekent ook dat wij een zeer grote waarde hechten aan artikel 1 van onze grondwet. Wat de risico's als je niet hetero bent. Het risico dat je daarop wordt aangesproken, dat je wordt nagekeken of beledigd, of misschien nog wel veel erger, dat je zelfs fysiek wordt mishandeld. De kleine keizer. Staat die ingegraveerd van John Blankensteinprijs 2016 voor de kleine prijs. Alsjeblieft. Het zijn twee gestileerde figuren op een bankje die op een voorzichtige wijze toenadering zoeken tot elkaar. Met een soort van verlegenheid, kwetsbaarheid. En ik denk, wat zijn het? Vrouwen, mannen, wat maakt het uit? Mensen die toch in Nederland in de problemen raken rondom LHBT-gevoelens in hun familie, in zichzelf. Die kunnen toch nog bij ons, bij CMC Haaglanden, terecht met hun vragen. En we bieden gewoon echt een begeleidingstraject van 5 à 10 gesprekken. Waar allerlei onderwerpen in besproken worden. En waar meestal de mensen niet mee durven te komen binnen de reguliere hulpverlening. Dus dat ze bij een psycholoog of bij een huisarts toch nog heel erg spannend vinden om erover te spreken, omdat ze niet zeker weten hoe die ander erin staat. En over het algemeen zijn dat op dit moment nog de jongeren met een gelovige achtergrond of een andere culturele achtergrond die erg in problemen kunnen raken met zichzelf. Wat ik mooi vind is dat het bij de kinderen eigenlijk gewoon is en dat het eigenlijk niet aan de orde is om er een probleem van te maken. Ik ben Owen van Zel en ik zit op de Kleine Keizer, ja. Groep 8. Er kwamen een soort van homoseksuele en lesbi, wat het inhoudt en dat soort dingen. En En wat vond je ervan? Nou, het was wel interessant om te weten, zeg maar. Ze gingen eerst een beetje vertellen wie ze waren. En daarna gingen ze uitleggen wat LHBT is, volgens mij. En toen gingen ze allerlei vragen stellen van, kan je het zien of iemand homo is of lesbisch? En of het al vanaf jongs af aan begint of dat je het ineens wordt. En toen gingen we daar een beetje over praten en toen was het alweer voorbij. Ja, en hoe ging dat? Dat gesprek, wat werd er toen gezegd? Door de kinderen? Gewoon normaal, niet lachen of zo, maar gewoon, ja... Normaal, zoals we altijd doen.